Om de waarschuwingen voor een derde coronagolf serieus te nemen, heeft het kabinet besloten om extra coronamaatregelen te nemen. Het kabinet kondigde woensdagmiddag het voornemen tot een avondklok aan. Als de Kamer instemt, dan geldt die tussen 8:30 s'avonds en 4:30 s'ochtends. Het is dan verboden om op straat te zijn, tenzij onder een uitzondering valt. De avondklok moet zorgen voor minder groepsvormingen, minder reisverkeer en minder bezoek in huis. Een eventuele boete kost je €95. Ook is het vanaf vandaag toegestaan om slechts 1 persoon op bezoek te hebben per dag. Ook hier geldt een uitzondering voor mantelzorg. Het aantal bezoekers van begrafenissen wordt verlaagd van 100 naar 50 personen. Die maatregel gaat maandag in. ADO Den Haag heeft de 5e winterse versterking in huis gehaald. De 27-jarige doelman Martin Freisel tekent tot het einde van het seizoen een contract bij de nummer 17 uit de Eredivisie. Dat meldt mediapartner Omroep West. De Oostenrijker zit sinds het begin van dit jaar zonder club toen zijn contract bij het Duitse SV Sandhausen werd ontbonden.